Mevrouw de Prater, hè? Mogen wij kort een reactie op wat er nu recent naar buiten is gekomen? Nee, Pieter-Jan, nee. We gaan hier reacties vragen. Waarom wil u niet reageren? Geen commentaar, dat is hier vandaag het verhaal bij Vooruit. U bent toch fractieleider, mevrouw? De krant Het Nieuwsblad brengt het hele verhaal van de beruchte nacht van Conor Rousseau in Café Het Hemelrijk. Letterlijke citaten in een gesprek met de politie. Die Roma of andere zigeuners staan hier elke fucking dag met een matras of frietketel aan de glasbol. Echt waar, die Roma gewoon opslaan. Daar kun je geen fucking kloten mee doen, hè, met die gasten. Maar echt niet, geen commentaar. Waarom reageert niemand van uw partij? Waarom zeggen jullie niks? Op Vooruit, op je voorzitter. Ja, maar ik moet even een telefoontje doen. Waarom reageert u niet? Ja, ik kan dat niet bellen. Meneer Van den Broeke, mogen wij een korte reactie op uw partijvoorzitter? Niet alleen bij Vooruit is er geen commentaar. Ook bij de andere partijen wil niet altijd iedereen veel kwijt. Goedemiddag, mevrouw. Als kamervoorzitter, wat vindt u van de uitspraak van meneer Rousseau? Goedemiddag, iedereen. Sorry. Hoe komt dat binnen? Ik moet het nog lezen. Waarom? Meneer Rousseau. Ja, erg, hè. Erg, dat is puur racisme gewoon. En dat komt van diep, hè. Komt dat interview bij u binnen? De vraag stellen is beantwoorden. Geweld op basis van huidskleur, dat is toch meer dan een brug te ver. En het is niet alleen bij racistische uitspraken dat het is gebleven. Hij heeft ook een vriendin seksueel aangeprezen bij de politieagenten. Hij heeft dan fatshaming gedaan. Het is wel wat, hè. Meneer De Croo, goedemiddag. Wat vindt u van de uitspraak van meneer Rousseau? Meneer De Rover, goedemiddag. Komt u even bij ons. Wat vindt u van de uitspraken van meneer Rousseau als u dat leest? Ja, pittig. Ik kan dat in elk geval vergelijken met uitspraken die ik doe wanneer ik dronken ben. En die zijn niet van die aard. Uitspraken die nog een keer aanzetten tot geweld, ik denk dat we dat van niemand kunnen aanvaarden. Dit zou in onze partij niet pakken. Het is heel racistisch zijn, vrouwenvriendelijk en gewelddadig. Dus ja, dat komt bijzonder hard binnen. Dat is voor zijn rekening. Dat was blijkbaar niet zo verstandig. In vino veritas, maar dat is voor zijn rekening. In de wijn de waarheid. Ja, schandalige uitspraken natuurlijk. Als je bezopen bent, dan komt dat er natuurlijk uit, maar dat is geen excuus. Komt dat er natuurlijk uit dan bij iedereen, denkt u? Bij mij denk ik niet. Meneer Lawesch, waarom mogen we geen korte reactie? Hier komt er geen reactie vanuit de PS, maar later zeggen ze dat ze bijkomende excuses van Rousseau willen. Meerdere partijen hebben echt wel moeite met de Vooruitvoorzitter. Het is voor mij op persoonlijk vlak alleszins zie ik de raakvlakken met Conor Rousseau steeds minder. En eigenlijk vind ik ze bijna niet meer. Maar je sluit niet uit dat het impact kan hebben op een samenwerking. Dus, dat zijn andere zeer hypothetische vragen. Ik denk dat we niet kunnen aanvaarden welke uitspraken dat er gebeurd zijn. Bemoeilijkt dit wat u betreft een samenwerking met Vooruit? Ik denk dat in eerste instantie Vooruit hier zich moet zien uit te geraken. Op welke manier. Ik hoef mij niet te bemoeien met een partij in de structuren en wie voorzitter. Maar over Vlaams Belang zeggen jullie altijd ze moeten proper zijn. Zeggen jullie dat ook over Vooruit nu? Iedereen moet proper zijn. Meneer Van den Broeke, waarom wil eigenlijk niemand reageren op de zaak van meneer Rousseau? Waarom krijgen wij die reactie? Jullie hebben de vorige keer toch ook gecommuniceerd. Wat is er nu anders dan? Dat is eigenlijk net een beetje het punt. We hebben er al over gecommuniceerd. Conor heeft zijn excuses aangeboden over die uitspraken. Dat is denk ik zeer duidelijk. Daar is niks aan veranderd. Het waren foute uitspraken. Excuses aangeboden, er is een straf uitgesproken. Conor zal al die sancties uiteraard uitvoeren. En daarmee is denk ik alles gezegd. Het parket heeft inderdaad een bemiddelingsprocedure opgestart. Rousseau moet naar de Dossijn-kazerne en naar de therapeut. Maar hier in de Kamer zijn er veel bedenkingen. Kazerne Dossijn? Ik bedoel, hoe komt dat over voor de Joodse gemeenschap? Dat is toch een beetje de bagatellisering van de Holocaust. Ik val nog liever dood dan voor mijn mening in therapie te moeten gaan. Dat is alsof we in communistisch Rusland zitten. Dat men in therapie moet voor een foute mening, dat hoort niet in vrij het Westen, dat hoort niet in een democratie. Er wordt nu therapie voorzien. Wat vindt u van die maatregel? Dat vind ik ook iets vreemd. Een soort ziekte die je moet behandelen of een psychologische aandoening. Ik denk dat het ook terecht is opgemerkt dat veel mensen op wachtlijsten staan voor dat soort dingen. Moet dit er dan tussen geschoven worden? Volgens mij is het niet het aanleren van dingen niet zeggen met een cognitieve therapie van dat mag ik niet zeggen. Nee, dat mag ik niet denken.
Daar gaat het over als linkse politicus. Daar ligt het probleem. En kan therapie daarbij helpen, denkt u? Volgens mij is dat eerst en vooral politiek. Politieke discussie. Ik vind het altijd goed als iemand naar de docentkazerne gaat. Ik hoop dat het helpt. Ik hoop dat de sessies bij de psycholoog ook helpen.